Dames en heren, beste audioliefhebbers, welkom bij Dovelte Destelbergen. In deze video verschaf ik u graag wat meer uitleg over deze Supra Lorad MD01-16EU DC-blokker. Made in Zweden. Eerst en vooral wijs ik u graag op dit hier, de aansluitterminal. Dat is een speciale aansluiting. Er is een Supra Lorad netsnoer voorzien die ook tot 16 ampère kan doorvoeren. Dus je ziet hier de pinnetjes horizontaal staan. Bij een doorsnee of gewone apparaatstekker staan de pinnetjes verticaal. Dus zie je het verschil? Dus links tot 16 ampère en rechts 10 ampère. Op deze aansluiting kan je dus een netsnoer voorzien die rechtstreeks naar je amplifier loopt, maar ook eventueel naar een stekkerblok, eventueel als het kan van Supra. Meer informatie ook op onze website www.dovel.be. En ik verschaf u graag nog wat meer uitleg wat het kan betekenen als u deze Lorad MD01-16EU gebruikt. Hij heeft tal van voordelen. Het lichtnet waarop uw installatie is aangesloten zou in principe een zuivere wisselspanning 230 volt moeten geven, maar dat is minder het geval op heden. Een high-end of zelfs een doorsnee audio-video-enthousiast heeft graag een superproper lichtnet. Probleem: DC-offset op het lichtnet. Door gebruik van halogeentransfo's, LED-verlichting als ook dimmers is er vervuiling in de vorm van gelijkspanning op het net terug te vinden. Ruis is dan aanwezig en als het gevolg dat helderheid en natuurlijke weergave verdwijnt uit de betere geluidsinstallaties. De DC-blokker van Supra MD01-16EU kan dit filteren en corrigeren tot maximaal 3,6 volt. Positief resultaat door gebruik te maken van de DC-blokker, een bas die zeer strak is en structuur bevat en dat de achtergrond rust uitstraalt. Zoomen van transformatoren zal ook weg zijn of minstens veel verminderen. De DC-blokker kan tot 16 ampère aan, een totaal van 3680 watt, voldoende voor menig audio-installaties. Mijn naam is Kurt van de Velde, tot binnenkort in onze demo. Dag!